Goedenavond en welkom bij de ZM op 11 Tour van RTV Oost. 3 maanden lang trekken we de provincie door en vandaag, woensdag 10 juni, zijn we in Balkbrug. Met veel inwoners van Balkbrug. Altijd gezellig. Als ik praat over Balkbrug, dan moet ik praten met meneer Jan Nijensikke, want u weet alles over Balkbrug. Nou, alles is wel veel, maar toch wel aardig veel, denk ik zelf, ja. Geboren en getogen? Geboren en getogen. Bent u verliefd op Balkbrug? Ja. We hadden vroeger een volkslied. Het is helemaal in de mist verdwenen. Maar het refrein begon met het mooiste dorp uit heel de buurt. Dat is Balkbrug. Wacht even, nu vertelt u hem. Maar kunt u hem ook zingen? Liever niet. We hebben hier een scheepsjagerskoor en daar mag ik nog niet bij. Dus dat zingen van mij, dat is niet de beste. Balkbrug heeft veel diverse dingen en u kunt even kijken naar een korte sfeerimpressie. Hoe oud is het dorp? Het dorp is ontstaan met het graven van de kanaal, de Dedenswaard. Dan kom ik weer op het kanaal. En de bruggen werden geteld vanaf Hasselt. En er was dit brug nummer 7. Dus die brug nummer 7 lag hier ongeveer 1810, 1811. Maar de naam is pas ontstaan in 1845. Want daarvoor was de naam Veenbrug of Kruisigaarsbrug of brug nummer 7 werd het ook genoemd. En waar komt de naam Balkbrug vandaan dan? En de naam is toen Van Dedem is eigenlijk failliet gegaan aan het laten graven van het kanaal. En dat kwam omdat hij veel onderhoudskosten had aan de sluizen en aan de bruggen. En toen het overgenomen werd door het Rijk en later de provincie, ongeveer 1845, toen zijn er knappe koppen die zeggen, waarom heeft die man daar nou eens de failliet aan gegaan? Want het is een winstgevend kanaal, kan het worden? En toen kregen ze in de gaten dat het onderhoud van de bruggen en de sluizen de grootste onkostenpost was. En toen hebben ze aan weerskanten van de brug 2 djatihouten, en dat is heel zwaar hout, dat zinkt, aangebracht aan de weerszijde van de brug. Ik voelde me al, dat zijn de balken. Wat zeg je? Ja, de balken. En toen werd Balkbrug en de schepen moesten daar makkelijk overheen kunnen varen. Want als er weinig water op het kanaal stond, dan konden ze niet over die balken varen. En dan moesten ze wachten. Wanneer werd de Dedemsvaart gedumpt en kwam er de N377? Ja, dat heeft gedumpt, gedempt, ja, moet ik zeggen. Dat kun je beter zeggen, ja. Ongeveer 1962 tot 64 ongeveer. Heeft een paar jaar in beslag genomen. De kaasfabriek, hoe oud is die? Nou, die is ontstaan door een combinatie van kleine zuivelfabriekjes en ongeveer, ik denk ongeveer 1800. En dat is een hele grote fabriek geworden. Hè? Ja, en daar zijn wij natuurlijk ook geweest. Althans, daar is Mark Bakker geweest en die moest daar wel even een andere outfit voor aantrekken. Ja, en voor deze reportage is het nodig dat ik mij ga omkleden. Dat is Johan Derks. We zijn hier bij de kaasfabriek in Balkbrug. En als je die fabriek naar binnen gaat, dan mag je dit niet aan. Want ik moet iets anders aan, hè? Bedrijfskleding. Bedrijfskleding, nou. En nu heb ik geen spiegel, dus kijk even in het schermpje van de camera of het goed zit. We kunnen naar binnen. Kaasmelk wordt eerst gepasteuriseerd voordat we dat in bereiding nemen. Dat gebeurt daar met de 4 bakkenfusies. En ook voor mij geldt dat ik hier mijn handen moet wassen. We zijn nu in de keuken van de fabriek. Hier is de bereiding. Hier gaan we over van de kaasmelk, wat ik net zei, die gepasteuriseerde kaasmelk.
wordt teruggekoeld hier, of teruggekoeld, is naar een slamtemperatuur, dan gaan we de kaas van maken. Wat bent u nou aan het doen? Ik heb de bak net leeg en hier komt weer melk in voor de volgende bak. En was u nou aan het schoonmaken, daar leek het een beetje op? Nee, hier komt stremsel in de bak. Er moet altijd een beetje water in voor de verdunning. Aha. Ja. Want stremsel, dat is een belangrijk onderdeel van kaas, hè? Zonder stremsel geen kaas. Zonder melk, nee, zonder stremsel kun je de melk niet dik maken. Dit begint al een beetje op kaas te lijken, maar ik zie nog niet wat voor kaas het wordt. Nee, dat is nu ook nog heel moeilijk te zien. Daarvoor zal de kaas ook eerst het lijpingsproces moeten ondergaan. Wat we momenteel maken is Maasdammer. Maasdammer? Ja. Dat wordt gewoon in balkbrug gemaakt? Wordt gewoon in balkbrug gemaakt. Ja. De kaas de pegelduur erop heeft zitten, afhankelijk van de kaassoort, worden de kazen uitgepegeld. Dat zien we aan deze zijde. En dan gaan ze naar de verpakkingsafdeling, worden ze vacuüm verpakt. En als er na een lang broeiproces de kaas gereed is voor consumptie, wordt die natuurlijk eerst gekeurd hier op het bedrijf. Dan gaan we nu even. En gisteren kon u zien dat mijn collega Remco van hetzelfde in Boekelo een stukje worst kreeg. Nou, wij gaan vandaag hier voor de kaas. Eet smakelijk. Maar goed. Die Mark Bakker zit alleen maar zelf te snoepen en neemt niet eens de moeite mee. Ik zie hier geen kaas om even wat voor ons mee te nemen. Maar dat terzijde. Ik praat verder met meneer Nijensikken, de kaasfabriek. Maar jullie hebben ook veldzicht. Ja. En er is eigenlijk altijd een zegen voor het dorp geweest, met die verstanden, dat, ja, heel vroeger was er een bedelaarskolonie, maar er is een opvoedingsgesticht ongeveer 1900 tot 1933 geweest. En er kwamen van heinde en ver, er werden mooie woningen voor gebouwd, opvoedkundige ambtenaren. En die mensen die voeden die jongens die daar in dat veldzicht zaten op. Maar die deden ook veel voor de gemeenschap. En je kreeg daaruit alle streken van Nederland. Dus het dorp werd niet zo'n stijf dorp zoals het, waar geen import komt. Dus het werd een beetje, was van alles te doen. Er kwamen ook invloeden van buitenaf die positief waren. Ja, ja. Zoals voor de voetbalvereniging en de sportverenigingen, maar ook nog korfbalvereniging. Dingen waar ze eigenlijk nog nooit van gehoord hadden hier. Die begonnen hier. In de mensen. Ik zit even. Kwam in de bevolking. Ja, goed. We gaan weer op een andere woonplaat over. En die gaven ook avondcursussen aan mensen, aan timmerlieden en zo, in de scholen. Dus het dorp leefde. Er was zelfs een familie die gaf Esperanto. Dat zou toen, in de 30e jaren, dacht men de wereldtaal worden. En die dingen. Dat was echt een dorp. En wij hadden drie grote uitgaansgelegenheden. Drie, zeg maar, gewone grote cafés. En er was op feestdagen zo kwam de heine ver hier. De jongelui naartoe voor dansen en al die dingen meer. Maar dat is het goede wat veldzicht bracht, brengt. Ja. Maar goed, er zitten niet al te lieve mensen. En er vluchten zo af en toe wel eens heen. Ja, dat is toch wel wat minder. Ja, maar dat vluchten is niet zo erg, want ze proberen zo gewoon mogelijk weg te komen. Dus daar hebben wij geen last van. Dus we hebben egoïstisch, maar dan gaan ze wel ergens naartoe. Maar dat valt erg mee, vind ik. Je hebt geen last van de mensen van veldzicht? Nee, nooit geen last van gehad. Wij vonden dat vroeger het spelen was, kinderen in die bossen. En dan zagen die mensen werken en alles. Nou, maar we hebben er nooit geen last van gehad. Ja, nee, dat is te ondeugend, dat wil ik niet. Het oorlogsverhaal van veldzicht? Dat in de oorlog werd het ontruimd. Toen kwamen er Duitsers, SS heeft erin gelegen. En er is een hospitaal geweest van de Luftwaffe, van de luchtmacht, van de Duitsers. Maar het heeft ook wel weer een goed ding gespeeld. Dat er zaten geen patiënten meer in, zoals wij dat dan noemden, die verpleegden. Maar die keuken die werd gebruikt, want we lagen hier precies op een kruispunt van wegen van zuid naar noord en van west naar oost. We hadden hier in het laatste gedeelte van de oorlog een stroom etenhalers en een stroom vluchtelingen en vanuit Arnhem.
dat toen gebombardeerd was en dat met die oorlogshandelingen en de Betuwe mensen die kwamen vluchten, die gingen naar Friesland. En die hebben hier, die hebben in die laatste oorlog 30.000 mensen, ja niet in één keer, maar overnacht. En ook hier, hier stond de molen vroeger, waar we nu zitten, en dat was een grote. Maar die hebben overnacht in Veldzicht? Nee, die gingen overnachten hier bij die molen, in die keuken van, die mochten ze gebruiken om voedsel te maken voor die mensen. Dus voedsel te koken, die keuken, er waren grote ketels, en die mochten dan gebruikt worden. Dat zonden de Duitsers ook toe toen. Meneer Nijenzikker, bedankt voor uw komst en uw verhaal. Graag gedaan. Mark Bakker, die ging vandaag nog even naar het zwembad. U mag gerust blijven zitten, meneer Nijenzikker, anders zit ik hier helemaal alleen. Die ging naar het zwembad toe, want daar gingen vandaag de basisschoolleerlingen zwemmen in plaats van gimmen. Maar dan moet je wel je zwembroek meenemen. En tot nu toe is het heerlijk weer hier in Balkbrug. Lekker zonnetje, heerlijke temperatuur. Ideaal om lekker te gaan zwemmen. Ik ben nu ook in het Heuveltjesbosbad. Een openluchtzwembad net even aan de rand van Balkbrug. En hier zijn kinderen bezig met schoolzwemmen. Behalve met deze twee volgens mij. Want je hebt helemaal geen zwembroek aan. Waarom eigenlijk niet? Ja. Jij ook niet, ja, hè? Ja, zijn ze vergeten. Ben je je zwembroek vergeten? Ja. Ja, en ik waren ze vergeten. En nou kun je niet zwemmen, hè? Ja. Vind je dat jammer? Ja. Toch wel. En jij dan? Nou. Was je ook je zwembroek vergeten? Ja. Of heb je dat gewoon expres gedaan, omdat je geen zin hebt? Ja. Ja? Echt waar? Is dat zo? Geintje, ja, ja. Maar goed, nou heb ik al even de badmeester gesproken en die zegt dat jullie vandaag gaan zwemmen in plaats van gimmen. Maar dan wil ik even van jou weten, wat is leuker, gimmen of zwemmen? Nou, ik vind zwemmen leuker. Jij vindt zwemmen leuker? En jij? Ook. En jij ook? Ja, weet je waarom? Ja, want je mag ook al vrij zwemmen. Ja, ik durf ook al van die hoge duikplank daar. Ja? Ja. Maar dan is het toch heel jammer dat je je zwembroek bent vergeten? Ja. Ja, en ze kunnen dus zien, deze twee die hebben dus hun zwembroek vergeten. Erg jammer, maar er zijn nog wel genoeg kinderen die wel hier het water in gaan. Misschien wel een bijzondere manier van zwemles geven. Ronald Veldhoen, je bent hier de badmeester. Wat voor methode is dit? Nou, wij wilden graag een hindernisbaantje gaan doen. We hebben net gat gedaan. En nu doe ik het gewoon even overheen klimmen. We gaan er overheen klimmen. En straks gaan we nog even duiken. We hebben nog een paar pionnen doen op de grond. En dan gaan we even duiken in de grond. En uiteindelijk gaan we alles achter elkaar doen. Dus we gaan onder het gat door, of door het gat, over de mat heen. Of onderdoor, dat moet je zelf met jezelf weten straks. En dan nog duiken naar de grond en zo heb je een hindernisbaantje. Oké, dames en heren, we gaan aankleden. Doe maar. Joey, die zien we hier nu uit het zwembad klauteren. Want je moet eruit, het is tijd om aan te kleden. Maar ik wil van jou even weten, is het een beetje lekker water? Ja, het is heerlijk warm. Heerlijk warm? Ja. Ja? Weet je wat ik altijd al had willen doen? Nee. Dan ga ik jullie even laten zien. Ik heb even een kindje in het water gooien. Ja. Flauw, hè? Ja, heel erg. Aardige man, hè, die Mark Bakker. Nou, u komt hem nou wel tegen tijdens de zomertour. Aangeschoven is inmiddels Henny Krol van Natuur- en Informatiecentrum De Weem. Ja, klopt helemaal, van Landschap Overijssel. Ik ken Balkbrug van de weg, de N377, maar er is ook natuur. Dat is heel veel natuur en prachtige natuur. Als je hier kort in het dorp, dan heb je eerst het Heuveltjesbos, de Haardennen. En dan ga je zo langzamerhand het Reesdal in. En ja, ik sta heel vaak in de Weem. En als de mensen dan terugkomen van de wandeling, vinden ze dat geweldig. Ze zeggen, oh, wat is het hier toch mooi, die natuur. Dus heel veel positieve reacties krijgen we erop. En wat is dan wat je hier vooral kunt doen? Wandelen, ATB'en of? Nou, hoofdzakelijk wandelen. Hè? Vooral in het Reesdal, want er zijn geen echte fietsroutes. Maar het zijn wel prachtige routes. Wat korter en wat langer. En ja, er komen best wel heel veel mensen naar Oud-Averees toe om dat plekje te verkennen. Ja. Hoe lang werkt u al bij het informatiecentrum? Ik ben nu 10 jaar vrijwilligster daar. Ja, samen. Waarom doet u dat?
Nou, we zijn gestapt met bedrijf toen en ja, dan ga je een andere invulling zoeken. En samen met mijn man zijn we dan, noemen ze dat, het beheerders-echtpaar. Mijn man die verzorgt dan het erf, dat het allemaal netjes blijft en binnen wat er dan aan dingetjes gebeuren moet. En ik coördineer dan de kinderactiviteitengroep, de natuurgidsen en de bemensing van de Weem. Zeg maar. Als dan de Weem dan open is, dan maak je een rooster voor. En de derde zondag van de maand hebben we altijd wat extra activiteiten met thema's, excursies en een hele kleine streekmarkt. Dan moet je echt heel klein zien. Maar ja, dat soort dingen ga je daar mensen voor uitnodigen. Dus ja, best wel heel leuk werk om te doen. Vandaag is Mark Bakker dus ook hier in Balkenbrug, onze tv-verslaggever. En hij trok zijn wandelschoenen aan. Als je een wandeltocht maakt vanuit Balkenbrug en je gaat hier het landschap in, dan kom je onder meer deze boerderij tegen. En dit is Hans Dijkstra van Landschap Overijssel, die alles weet over de prachtige omgeving hier. Wat is het voor een boerderij waar we nu staan? Nou, het is ten eerste, we staan hier in een gehuchtje met meerdere boerderijen, een aantal boerderijen. Dit is een van de vier boerderijen die hier staat. Maar helaas, de agrarische functie die het dus honderden jaren heeft vervuld, die heeft het niet meer. We hebben de boerderij een aantal jaren geleden verkocht. Hij is verbouwd tot woning en de varkensstal hier achter mij heeft een hele nieuwe functie gekregen. Dat is een atelier van een kunstschilder. Ja, geen boer, maar een kunstschilder en iemand die schilderijen maakt over deze omgeving. We gaan maar eens even kijken. Meneer Piet Eggen, u bent kunstenaar en u heeft al het een en ander geschilderd. En als ik naar de schilderijen kijk, dan herken ik de omgeving. Ja, de omgeving hier, deze woonomgeving, je hoeft maar 50 meter te gaan. Je hoeft maar naar buiten te kijken en je kunt aan het werk gaan, je kunt schilderen. Het is een eindeloze bron van inspiratie hier. En hier lopen we naar een bruggetje over de Reest. Is ook een bijzondere plek, deze brug. Ja, dat klopt. Dit is het einde van de provincie Overijssel. Dit is namelijk de grens met Drenthe. En dit riviertje, of beekje, is zo'n beetje 30 kilometer lang. En vormt eigenlijk al eeuwenlang de grens tussen de beide provincies. Dus links zien we hier nu Drenthe en rechts is het Overijssel. Ja, dat klopt, ja. En van oudsher is dit eigenlijk een beetje Drenthe. Ook al is bestuurlijk dan provincie Overijssel. Want de familiebanden, de economische banden waren eigenlijk vroeger allemaal gericht op Drenthe. Want Balkenbrug bestond natuurlijk nog niet zo lang. En dit gebied is al heel erg lang in gebruik door de boeren uit Drenthe. Twee provincies hier die elkaar raken, dat is wel uniek. Ja, dat is zeker. Je hoeft maar een paar honderd meter te lopen vanaf de Weem. En ja, je bent de Reest over en dan ben je in het Reestdal. Ja, dat is zeker uniek. Het hele bekende bruggetje van Badje of het kerkbruggetje wordt verschillend genoemd. Welk stukje heeft uw voorkeur? Nou ja, het hele gebied is gewoon prachtig. Vanuit de Weem gaan heel veel wandelingen toch ook over de Drentse kant. En dat is het ook gewoon heel mooi. Dus, ja. Bent u hier geboren? Ik ben geboren in Balkenbrug. Ik woon nu onder de gemeente Ommen. Maar ja, ik ben echt toch altijd Balkenees geweest, zoals ze dat hier noemen. Ja. Nou, bent u trots op zo te zien? Jazeker. Daar is niks mis mee, dacht ik. Maar ik heb er geen oordeel over. Ik kan er ook niet over oordelen. Maar waarom is Balkenbrug nu zo mooi? Ja, van alles wat je. Want toen we hebben een bedrijf gehad en zijn we mee gestopt. En toen hadden we eerst zoiets van, nou, het maakt ons niet uit waar we naartoe gaan. Maar we zijn toch wel heel blij dat we in de buurt zijn blijven wonen. Want ja, je hebt daar je contacten en ja, gewoon heel leuk. De sfeer hier in het dorp met elkaar. Je steekt zo vaak de hand op en het is hoe je doet. En ja, iedereen, je kent elkaar, is heel leuk. Is dat altijd leuk om je hand naar iedereen op te steken? Ja, vind ik wel heel fijn hoor. Maar dan weet iedereen ook alles over u. Nou, dat zal best wel meevallen hoor. Dan, ja, maar dat heb je dan denk ik toch wel een beetje op een dorp. Maar nee, dat is een. Ik zie het alleen maar van de positieve kant. Ik wil het wel beamen dat Balkenbrug een hele mooie omgeving is. Want ik vond ook iets mooi. De kruidentuin. Kruidentuin. Nou mevrouw, ik heb in mijn leven heel veel gewerkt met kruiden, geneeskruiden als zodanig. En toen we hier kwamen wonen, ben ik begonnen met een stukje kruidentuin neer te zetten. Gewoon voor eigen gebruik.
En wat nu in de loop der jaren gebeurd is, en mijn vrouw is daaraan meegegaan, het is een uit de hand gelopen hobby wat nog wel meer gebeurt. Dus zodoende hebben we hier kruiden en tuin gecombineerd. Dus sierplanten en kruiden door elkaar. Veel kruiden zijn ook vaak sierplanten zelf. En veel sierplanten herken je niet als kruid, maar die hebben ook vaak weer een medicinale werking. Op welk stukje van de kruidentuin bent u het meest trots? Het stukje, eigenlijk is dat de geurlaantje. We hebben een apart geurlaantje waar alle kruiden staan, waar geuren aan zitten. Zodat de mensen ook zelf even kunnen voelen. Lavendel kent iedereen, maar er zijn ook andere dingen zoals een zogenaamde pindakaasboom. Dus dan ruik je aan de bladeren, je ruikt aan de bladeren. En dan ruik je in je vingers en dan ruik je aan de pindakaas. U heeft ook een moestuin. Zeker heb ik een moestuin, want wij moeten ook eten. En we houden van verse biologische groenten. En die komen uit onze eigen moestuin. De moestuin is goed over nagedacht? Helemaal, helemaal. Daar heb ik een circuitje van. Ik heb zogenaamde wisselteelt. En in die wisselteelt verplaats je telkens bepaalde soorten groenten naar een ander plekje. Zodat je elk jaar weer verse grond hebt voor bepaalde groentes. Groente boven de grond? Groente onder de grond? Helemaal, helemaal goed gezien. Ja. En achter je staan de bonen. En aan die kant staan nog de courgettes en de pompoenen en de aardappels. Op die manier heb ik van alle groenten een eigen hoekje gemaakt. Gaan jullie binnenkort nog iets leuks doen bij de Weem? Ja, we hebben verschillende activiteiten. De derde zondag is altijd extra. En straks in juli hebben wij een oogstmiddag. Dan wordt er graan gemaaid en gaan ze binden. En uit Hellendoorn van de oude ambacht dan komen ze dorsen met de stok. En ja, dat is best wel heel leuk. En dan een kleine streekmarkt erbij en muziekje erbij. Dus dan hopen we op wat goed weer. En dan kan het heel gezellig worden, denk ik. En wat is er dan de derde zondag? Dat is nu, dan is er gewoon een streekmarkt en er is een fietsexcursie. Met het thema dat ze fietsen door het Reesdaal. Ik ga u danken voor de moeite dat u hier was en dat u uw verhaal heeft willen vertellen. Bedankt. Vandaag was hier ook Enno de Boer. En dat is altijd een succes. Dag Enno, jij bent hier en meteen loopt heel Balkbrug leeg. Nou, zo hoort het toch ook. Ik had ook niet anders verwacht. Leuke dingen. Zo, goed. Over tot de taxaties. Wat heb je gevonden? Nou, ik heb hier een mevrouw Schotmeijer en die heeft een paar hele bijzondere koperen dingen waarvan ze stad en land heeft afgereisd om te achterhalen van wat het is en ze weet het niet. Hoe lang heeft u ze al? Al jaren, wel al 50 jaar. En u had nog nooit van Enno de Boer gehoord? Ja, 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 zeker wel. Nou Enno, vertel, wat is het? Mevrouw, we zullen heel kort zijn. Het zijn twee koperen voorwerpen die vroeger gebruikt werden om de kneepjesmussen, om de plooien er heel scherp in te trekken. En daar zijn ze voor. Dus het is geen peukhouder, het is geen patroonmaker zoals u dacht. Het is een dingetje die gebruikt werd om mussen, de plooien, heel scherp te geven. Echt? Ja. En niemand wist het. Nou, maar zo is niemand. Het maar wat zijn ze waard? Nou, de waarde is gering. Maar het zijn dingen met historische betekenis. Ik denk dat als je 10 mensen vraagt wat, als je 100 mensen vraagt, dat 99 niet weten wat dit is. Het is een ding dat werd in de 19e eeuw en in de 18e eeuw gebruikt. En daarna nooit weer. Uw vraag is beantwoord. Ja, hoor. Met dank aan Enno. Dank. Kijk, daar hadden we nog iemand. Althans, Enno had nog iemand. Kijk eens, en dat wil ik de mensen toch ook niet onthouden. We hebben vandaag ontzettend veel streeksieraden gehad, Esther. En dit was wel een van de uitschieters. Een prachtig gouden slot met 5-streng granaten. Geen glasgranaten, zoals ze meestal zijn. Dit zijn echte granaatjes. Mooi, glad, leuk. Een slot uit het midden van de 19e eeuw. 1840, 1850 ongeveer. Samen waard een €350. Prachtig. Hoe komt u eraan? Dit is een erfstuk van mijn oma. Oh, dat gaat u niet wegdoen? Nee, ik ben de enige die echt naar haar genoemd is. En hoe heet? Het Aaltje. Aaltje, nou dat is inderdaad wel een mooie oude naam. Ja, hè? Wie had je nog meer, Enno? Deze mevrouw. Dank voor uw komst, mevrouw. Graag gedaan.
Wat komt er uit het doosje? Deze mevrouw heeft een paar hele bijzondere sieraden die je eigenlijk in deze streek niet veel ziet. Het zijn een paar broches waarin niet alleen de foto van haar voorvader in staat, maar ook een foto van het graf. Zullen we even laten zien aan de kijker thuis? En die foto die is gemaakt van haar. Dat zag je vooral in Noord-Nederland, zag je dat veel, Groningen. In deze streek van het land kwam dat eigenlijk betrekkelijk weinig voor. En het merkwaardige, hier hebben we de oma of de overgrootmoeder met haar graf en hier de overgrootvader met zijn graf. En allebei uitgebeeld met haar. Jij gaat nog even verder, Enno, want er staan nog steeds mensen in de rij voor meneer de boer. Zo druk is het hier vandaag, maar hier zit alweer iemand die wil ook iets vertellen. Dag. Hallo, Jan Willem Bergmeester. Jan Willem Bergmeester, u bent van? Van de Scheepsjagers uit Balbrug. Dat is een zanggroep die aanstaande zaterdag, de 13e, het openluchttheater opent met een geweldig optreden, dachten we. Hebben jullie hier een openluchttheater? Ja, en wat voor een. Ik had ook de stille hoop dat jullie daar vandaag even naartoe gegaan waren om dat eens even in beeld te brengen. Want het is echt de moeite waard. En wat gaat daar precies zaterdag gebeuren? Zaterdag is de opening van het theater. En daarin gaan optreden de Vechttaler Jongs. Dat is een groep uit Hardenberg. En die helemaal in Tiroler outfit optreden. Dat wil zeggen lederhozen, een gekke hoed op enzovoort. Maken prachtige Tiroler muziek. We hebben een groep uit Dedemsvaart die heet Swingtime. En die brengen een beetje popachtige liederen. Geweldig mooie groep. En natuurlijk last but not least onze eigen groep, de Scheepsjagers uit Balbrug. Zingt u daar al lang bij? Dat bestaat 10 jaar en ik ben er inderdaad 10 jaar bij. En de meeste jongens zijn er 10 jaar bij. Jullie repertoire? Ja, toch wel wat zeemansliederen. Maar ook vooral wat populaire liederen, Jan Smit, Benny Nijman, maar ook een vader Abraham, dat soort songs gaat erin als koek. Maar ook plaatselijke favorieten, ik denk even aan Jannes uit Hogeveen, heel bekend hier in de regio, van Willy Oosterhuis enzovoort. Dus ja, leuk repertoire. We hebben ongeveer 128 liedjes in het repertoire. En verwacht u aanstaande zaterdag veel mensen? Is er nog plek in het openluchttheater? Ja, er is nog wel plek. De voorverkoop is wel goed gegaan. Maar meestal is het zo, de mensen kijken even naar de lucht, hoe het weer is. Is goed weer, dan pakken ze een kussentje onder de arm en wandelen ze naar het openluchttheater en gaan ze een gezellige avond zien. Het begint om 8 uur. Heel verstandig om een half uurtje eerder te komen, dan kan je de mooiste plek uitzoeken. Als het mooi weer is, komt het vol te zitten. Dan zitten er tussen 250 en 300 mensen. Ik wens u heel veel plezier aanstaande zaterdag. Ja, dankjewel. Net even buiten Balkbrug, de Vinkenbuurt, daar staat het Thomashuis. Wat is een Thomashuis? Een Thomashuis is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking, kort gezegd. Dat is landelijk. Ja. Jullie hebben een locatie in de Vinkenbuurt, vlakbij Balkbrug. Doe je dit zelf of doet dat landelijk gebeuren dat? Nou, wij doen het. De locatie leiden we helemaal zelf samen met Danielle. En we hebben ondertussen ook ondersteuning van personeel. En op het landelijk gebeuren vallen we terug op Thomashuis in Nederland. En dat zit in Gouda. Hoe ziet een dag eruit van jullie? 'S Ochtends om 6:30 opstaan. En dan ga ik naar beneden. En dan zijn de eerste bewoners die gaan zich om 7:00 douchen, ontbijten. Eerst wordt om 7:30 opgehaald. Daarna gaat er eentje naar het dagcentrum in Omme. Nou, en daarna om 8:30 gaan we een bewoner wegbrengen. Ook weer naar Omme met de auto. Die kan niet zelfstandig reizen. En dan brengen we nog een bewoonster naar de zorgboerderij. Dan hebben we even rust om even weer bij te komen. Dus middels om 3:00 gaan we weer een rondritje omgeving doen om alle bewoners weer op te halen. Nou, en dan hebben we 's avonds het eten, drinken, het koken en het avondgebeuren. Dus koffie drinken met elkaar, gezellig samen zijn, helpen met douchen daar waar nodig. Zo ziet het er eigenlijk kort gezegd uit.
Je bent jong, je vrouw is jong, je hebt zelf een klein kind. Waarom doen jullie dit? Nou, omdat wij het zelf eigenlijk gewoon geweldig vinden en jaren in de zorg hebben gewerkt en tot ontdekking kwamen dat, dat het niet zo langer kon. En toen zijn we met dit eigenlijk begonnen, omdat in onze ogen dit het antwoord is op de onvrede in de zorg op dit moment. Ga je dit je hele leven doen? Dat is wel de bedoeling. Tot ons pensioen. Nou, dat is tegenwoordig 67, dus daar gaan we voor. Even over Balkbrug. Jullie zijn hier nieuw, nieuwkomers. Bevalt het? Nou, het bevalt echt uitstekend. We komen vanuit de stad, waren het stadsleven gewend. Maar de eerste maand toen we hier zaten, hadden we al zoiets van, nou, hier willen we niet meer weg. De mensen zijn vriendelijk, ze zijn aardig. Ook voor nieuwkomers zijn ze vriendelijk en voelen ons echt opgenomen in de gemeenschap. En niet te vergeten, je kunt hier nog gewoon op de pof kopen bij de slager en bij de bakker. Dat kan niet meer overal. Ik wens jullie heel veel succes met jullie missie. Ik vind het erg bijzonder. En voor de kijker, zaterdag 20 juni, zeg ik goed, hè, is hier open dag. Dus dan kunt u allemaal terecht hier bij het Thomashuis in de Vinkenbuurt. En van het Thomashuis naar een paar hele mooie motoren. Ik sta hier naast Gerrit Stoffer. Ja. U bent van? De Mak van Dedem, van Balkbrug. Wat is de Mak van Dedem? De motor- en autoclub. Ja, is gewoon een vrienden, een vriendenclub met toerritten. We organiseren een grasbaanrace, een oldtimerritten. Allemaal oldtimers of ook hele hippe, stoere, moderne dingen? Ja, die zijn er wel bij, maar niet met zo'n rit niet. Dat is gewoon met een gewone tourrit wel natuurlijk, maar met een oldtimerrit niet. Hoe vaak doen jullie dat? Oldtimerrit organiseren we maar één keer in het jaar. Ja, aan de Balkbrug zelf. Nou ja, verder rijden we wel meerdere ritten. Dus je hebt zo'n Deremsvaart, Nieuw-Leuzen. Overal zijn die dingen. Is het mooi toeren hier? Ja, best wel. Als je de weggetjes een beetje weet, dan kom je er vanzelf wel achter. En door op andere plaatsen te rijden, ontdek je steeds meer natuurlijk. Nou ja, dus vandaag, vrijdag over een week doen we het weer. De 19 vanaf het zwembad. Gaan we een stukje door Drenthe. Ongeveer op een avond 50, 55 kilometer. Nou, dan hopen we een grote opkomst hebben. En dan een lekker toeren, maar ook gezellig bijkletsen ondertussen. Ja, een klein poosje, want er zijn een boel van die dingen, er zit geen licht op. Dus je moet voor een uur of negen moet je weer binnen wezen. Wie heeft hier een motor zonder licht? Kan deze nog net een beetje meevallen missen. Nou, deze heeft dan. Van wie is deze mooie? Dit is van Guy Haan. Maar die is niet van u? Ja, deze is van mij, hè? Okay. Ja. Hoe lang heeft u hem al? 13 jaar. Toen heb ik hem opgeknapt. Ik heb hem helemaal gerestaureerd, 13 jaar geleden. Hij is van 1956. En hij loopt als een naaimachine. Ben u er trots op? Ja. Ben u getrouwd? Ik ben getrouwd, ja. U gaat nu kiezen, vrouw of motor? Dat is een hele moeilijke vraag. Mijn vrouw heeft geen dubbeltje voor de motor over, dus ik moet me in het midden laten. Oké, geen antwoord op de vraag. Echtscheiding in Balkbrug, gebeurt dat hier ook? We hebben vandaag de hele dag gedobbeld en daar zijn finalisten uitgekomen. Kijk, daar loopt Mark door het beeld. De jongen van het promotieteam doet er alles aan om in beeld te komen vandaag. We hebben Hetty Veldman. U doet mee. Ik doe mee voor mijn zoon. U doet mee voor uw zoon. Ja, want die moet met de kinderen naar de voetbal, dus. U mag gooien. En wat? De bedoeling is dat u hem zo vaak mogelijk op 11 gooit. En u mag 4 keer of 6 keer gooien. Dat ga ik weer even navragen. U mag 4 keer gooien. Ja. U gooit maar wat raak. Verder hebben we nog Peter. Peter Timmer. Hey, daar is Peter. Nou, een jongeling. Mevrouw gooit geen 11. U mag meteen doorgooien, mevrouw. 1 keer. U mag nog een keer gooien. Ja. Dat is 2 keer, 3 keer gegooid en 2 keer op 11. Ja, of was het 3 keer gegooid, 1 keer op 11? U mag nog een keer gooien.
Weer een keer 11. U mag nog een keer gooien. Hoe lang wil je hem tot 12 uur? U mag nog 2 keer gooien. Dit was het. Ik heb niet meegeteld. Zeg het me maar gewoon, Jouke. Ze mogen 6 keer gooien en mijn vrouw heeft hem nu 4 keer op 11. Ja. Ja. Dus wie is ze dan? Peter, jij mag. Ik heb de eerste 3 worpen helemaal niet gezien. Je hebt hem 2 keer op 11. Je hebt hem 3 keer op 11. Je hebt hem 4 keer op 11. Nou, als je hem nu nog 1 keer op 11 gooit, dan heb je al gewonnen. Nou moeten jullie allebei nog een keer gooien. Om's de beurten doen we sudden death. Eerst Hetty. Oh, jullie doen gelijk. Nou weet ik niet meer welke van wie was. Volgens mij was die van u. Dan heeft u gewonnen. Dan mag ik u feliciteren. Van harte gefeliciteerd. Ik ga even mijn prijs pakken. Kijk eens, gefeliciteerd. U heeft een midweekverblijf in Weerterbergen gewonnen voor 6 personen. Dank je wel. Heel veel plezier ermee. Dank voor uw deelname. Peter, jij ook bedankt. Ja. Jammer dat je niet hebt gewonnen. Balkbrug, bedankt. Geef de dame een groot applaus. En dit was de RTV Oost Zomertour van woensdag 10 juni. Vanuit Balkbrug, morgen zijn we er weer in Dwarsgracht. Bedankt voor het kijken. Dag!